Dan is nu aan de orde de hoofdstemming over het ontwerp van de decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemverrichting. 113 leden deelgenomen, 83 ja, 16 nee, 14 onthoudingen. Dien de gevolgen neemt het Vlaams parlement het ontwerp van de decreet aan. Het zal aan de Vlaamse regering de bekrachtiging worden overgezonden. Reden voor onthouding? Nee.